Dag iedereen, welkom bij de laatste cross-aflevering van onze wielerpodcast Derailleur. We gaan terugblikken vandaag op het voorbije veldritseizoen. En er is veel om over na te praten. Wij bij PixSports hebben er echt wel van genoten. We hopen van u hetzelfde. En ik heb drie gasten hier in mijn sofas, twee sofas, om erover na te praten. Dat zijn Jan Suikers, Bart Arnouds en Niels Zalber, Dag mannen. Nicola, Hello. Vier mannen in een zetel, dat is veel, vind ik. Dus we gaan dat compenseren. Dus beginnen doen we met de vrouwen, als dat goed is voor jullie. En dan is het denk ik evident, de generatie 2002, Van Empel, Van Androoy-Pietersen, ja, die hebben het echt wel overgenomen. Hè? Wie steekt er van wel, wie gaat er met lof zwaaien voor, die twintigjarige dames. Van Androoy is intussen wel 21, maar wat ze allemaal laten zien, hebben is straf. Hè? Bart, zal ik bij jou beginnen? Dat mag, ja. ja ik, ik vroeg uh, vandaag aan mijn vrouw, die de cross met een half oog volgt, van, ja, wat vond jij... Is er iets opgevallen dit seizoen? Dat is een goede waardemeter, ja. Ja, en, uh, en zij zei zonder nadenken ook van ja, ik, ik vind dat de, de, de vrouwenwedstrijden zien er nog professioneler uit. Ze zijn nog ietsje sneller, uh, technisch nog een beetje beter, spanning nog wat hoger um, en, en ik, geef ze, ik geef ze helemaal gelijk. Ik doe dat niet altijd, mijn vrouw gelijk geven, <laughs> maar deze keer wel. Ja. En uh, nee, het is zo. Hè. Het is echt wel. Uh, ik geniet daar trouwens al jaren van. Van ja, de vrouwenwedstrijden. Ook. ook vaak omdat ze heel spannend zijn. Maar ze komen van, van, ja, van vrij ver. En, en dat is nog steeds, vind ik, aan het stijgen. En ja. uh, ik geniet daar mee van. En, en uh, vooral uh, ja, die drie toppers die, die we dan dit seizoen hebben gezien. Die dan toevallig dezelfde leeftijd hebben, ja, dat is nog een niveau hoger. Ja, en Jan, wat er ook wel misschien anders was dit seizoen, is dat die drie, en dan vooral eigenlijk twee, van Empel en Pietersen, quasi alles gedomineerd hebben. Terwijl wat Bart zegt klopt, die vrouwenwedstrijden waren al goed. Maar toen zat er nog meer variatie misschien qua winnaressen. Oké, okay, Brand heeft het ook wel redelijk dominant gedaan vorig seizoen. Maar ja, die twee nu van Empel uh, vooral, uh, ik denk 15 overwinningen of zo in totaal. Mm -hmm. En een, een wereldtitel. Dus. Ja, en de ondergrond speelde allemaal geen rol meer. Hè? Dus op een Halve moment, inval di sole. Ja, inderdaad. Dat is dan een ja. mislag geweest voor, uh, voor Van Empel. En wat mij ook vooral opgevallen is bij haar, fysiek was dat vorig seizoen ook al duidelijk dat zij... Er op een bepaald moment ging bovenuit steken. Vanaf het begin van dit seizoen was dat het geval. Fysiek, tactisch. Maar ook mentaal heeft ze voor mij wel een belangrijke stap gezet. Uh, dit jaar in het begin van het seizoen merkte je aan haar interviews nog van. Ja, ik doe dat eigenlijk niet zo graag. Nog een beetje nervositeit daarin ook. Uh, maar gaandeweg is ze ook daarin gegroeid. En ze bleef ook tegen het einde van het seizoen haar entourage daarin altijd bedanken. De mensen die dicht bij mij staan. Daar had ze het altijd over. Die hebben haar er, ja, doorgesleurd op moeilijke momenten. Want ze heeft haar moeilijke momenten ook gehad. Maar dat is volgens mij ook een stap die zij gezet heeft: die mm -hmm. mentale weerbaarheid opgebouwd. Niels, wat was de strafste zegen van Van Empel? Is er een moment. Het maakt niet uit welke cross of welk klassement. Is er een moment dat jij je herinnert? Of ga je dan toch vooral naar dat WK waar ze dominant won? Uh, ja, dat WK denk ik sowieso wel. Dat er wel wat bovenuit stak. Maar er zijn. Ik denk veel schone duels geweest tussen Van Empel en Pietersen. Um, ook met Van Androoy daarbij. Wat om echt een uit te halen qua strijd. Um, ik denk bijvoorbeeld dingen wel in mijn ogen een hele schone cross. De Beekse Bergen, wint van Androoy wel. We hebben het nu wel over Van Empel. Maar ik vond dat wel een hele mooie cross. Omdat Van Androoy daar een beetje profiteert van, van petersen en Van Empel die elkaar zo wat bekampen. Um, kan het dan schoon afmaken. Dat vond ik wel een heel schone koers om te zien. Um, ik denk in de vrouwenwedstrijden, waar ze alle drie aan de start stonden. Ook de Europese titel in namen van Empel was wel knap en ook heel dominant. Als je ziet was, daar volgens mij in het begin iets voor gehad heeft en nog terug komt aansluiten. Terwijl dan die koers wint. Dus op zich was dat, denk ik, voor haar buiten het WK misschien toch wel even een schonere zeges. Bart, jij hebt er ook heel veel live van gezien en becommentarieert natuurlijk voor ons. Wat ook opviel, is die, die felle strijd tijdens de wedstrijd, maar ik, ik wil het toch nog eens benadrukken, maar dan meteen na de finish zijn dat de beste vriendinnen. Hè? En dat is echt dat is niet gespeeld. Ja, maar dat hangt een beetje samen, dat wilde ik eigenlijk nog zeggen. Dat, dat, er, uh, dat doen we als we het over de vrouwenwedstrijden hebben. Daar geniet ik eigenlijk evenveel van dan de strijd op de fiets. Die interviews zijn, zijn, ja, ze zijn zo enorm enthousiast. Uh, Pieter ja. straalt het plezier van af. Hoe graag ze het wel niet doet. Ik hoop dat ze dat allemaal volhouden, want dat is misschien nog een beetje de, het nieuwe ook. Uh, Ja, Bij Shireen van Androoy net hetzelfde, maar ook uh, bij Alvarado. Dat is ook een plezier om die uh, voor de micro te, te Zeker horen. Zeker als ze gewonnen heeft. Hè? Om, uh, Anders absoluut, is het maar wel ietsje Het, het ja. enthousiasme en het plezier. En uh, ja, daar gaat het toch om. Het sport is plezier. hij uh, als sport plezier is, dan presteer je het best, ik zal het ja, zo zeggen. Ja, en ik denk dat het symbool daarvan misschien die Willy was van Pieterse op het WK, ik denk 30, 40 meter, om haar tweede plaats, je zou kunnen zeggen, teleurgesteld, maar nee, die, die gaat er op die manier mee om, Jan. Ja, Pieterse die heeft ook, ja, daar straalt het plezier vanaf, op alle vlakken. En als je dan op die manier zilver pakt op het WK met, met zo'n Willy en ook, ja, zij, uh, zij maakt er eigenlijk een beetje een erezaak van om elk parcours, met de GoPro ja. te gaan verkennen. Op YouTube en, kan je dat zien, hè? Ja. Dat kan je zo volgen. In Val di Sole heeft ze zo een, een heel fraai filmpje gemaakt, uh, waarin ze eerst dan verkleed was als snowboardster, want dat, dat gaan we ook nog even ah, doen okay, ja. uh, achteraf, blijkbaar. Dus, ja. Het hele pakket Pieterse zit wel goed, heb ik het gevoel. Zij heeft ah. nog net iets meer X-factor dan Van Empel. Hè. Ze is makkelijker in de omgang met die camera, en, en dat kan misschien nog wel... Als maar uithangbord van bij de dames. Het weekend doet dan ook weer een stuntje na. Ze probeert toch een ja, beetje juist. dus dat jeugdige ja. enthousiasme en zo, een beetje dat jeugdige. Dat kon ze waarschijnlijk binnen vijf jaar niet meer doen. Hè? Maar oh, ik mag dat graag zien, absoluut. De Pitcock Move. Mm -hmm. Ja, de supervrouw. De supervrouw, die als een plank kwam ze dan over de finish. Inderdaad, het... bij Petersen is dat echt vanzelfsprekend. Mm. Lijkt het wel. Die gaat dat misschien blijven doen. Um, en bij Van Empel is het vooraf soms wat. Niet heel vertrouwd, ook niet in haarzelf soms, met een interview. Maar op de fiets is die zo, zo sterk in haar hoofd lijkt wel. Ze die is, die is zo zelfzeker hoe ze op de fiets zit en hoe ze de, tennis, en hoe ze de wedstrijden afmaakt. Hoe ze het afmaakt. Dat is, dat is nog een heel groot verschil. Met een interview durft ze toe te geven. Eh, wat ook wel mooi is dat ze. Dat ze nog wat onzeker is of weet ik wat, maar daar is niks van te zien vanaf. En dat is nog altijd start. het belangrijkste natuurlijk, hè? als je het dan op die manier kunt, mm. uh, kunt afmaken. Uh, Niels, de revelatie, wie was dat voor jou bij de dames dan het afgelopen seizoen? Uh, dat moet ik al denken. Uh, Revelaties bij mij, iemand uh, die zo precies uit het niets komt naar voren. En zo ben ik bij de dames aan het denken, maar schiet er mij zo niet echt, echt iemand te ja. binnen. Maar ja, allez. ik vond bijvoorbeeld in het begin van het seizoen hebben we gezegd van ja, hadden we dit verwacht bijvoorbeeld van een Van Empel die daar in één keer acht of negen wedstrijden na elkaar won. En zei wel, maar ja nee, we hadden wel gedacht dat ze wel wat koersen ging winnen, maar niet dat ze er bovenuit ging steken. Dus kunnen we dat dan zien als een soort ja, revelatie? Misschien wel, maar ze heeft het zo dominant gedaan dat we dat eigenlijk al mm -hmm. niet meer kunnen gebruiken, revelatie, omdat ze ja. Ja, de, de ster geworden is. Ja, Heel eigenlijk snel. van die drie rensters vind ik dat je dat kunt zeggen ja. Die zijn alle drie van verleden jaar wel wat top, maar nog zeker niet, niet dominant naar eigenlijk alle drie die gewoon ja. de, de rest van de categorie ja. overklassen op deze moment. Uh -huh. dus... Sherine Van Anro had na die wedstrijd uh, heel vaar een beek, waar je net zei, uh -huh. waar ze won. Dat was voor haar even een klik, dat ze de mm -hmm. weken nadien er echt even goed was dan die, uh, ja. dan die twee anderen. Ja, en ook, jullie hebben het al vermeld, het is ook gewoon een plezier om haar te zien rijden. Hè? Afzien en toch altijd met ja. die glimlach op het, uh, op het gezicht. Dat is een bizarre combinatie, maar aantrekkelijke rijstijl. Als ja, uh, iemand zoekt zo, misschien als schone naam, uh, misschien Persico of zo. Dan. Ja, die had ik hier dus wel uh, genoteerd. Ja, eigenlijk uit het, het, uh, het, het niks. We kenden haar van de weg. Ja. Maar die dan in één keer toch wel in de cross, regelmatig in die topcrossen uh, haar, haar vooraan komt verschijnen. Dus ja, als je dat aan iemand toplakken, denk ik dat dat misschien wel zij kan zijn. Ja, die was een paar dagen na uh, de, de wedstrijd. Wacht, nu moet ik even nadenken. Hè. Uh, vorige week was ze alweer aan de slag in de UAE tour Ja, en niet zonder. Wat succes, was haar laatste cross? Haar laatste cross was het WK dan waarschijnlijk, ja, dus ja, dat was waar ze vierde wordt. Drie, vier ja. dagen later. Hè? Ja. De UAE Tour en derde in het eindklassement. Ja. Hè? Dus als derde boven gekomen op die ene uh, aankomst boven waar uh, de beslissing valt in de UAE Tour. Achter twee andere Italiaanse Is dat, vanop, is dat, dat verstandig om, om dat zonder pauze te doen? Uh, Gerben Kuipers gaan we het straks nog wel over hebben. Die gaat nu uh, anderhalve maand dus zo niks doen. Hè. Dan pas gaat hij weer op de weg rijden. Persico combineert de twee meteen. Ja. Dat weet, dat weet je nooit echt zeker, dat is hoe, in hoeverre is dat allemaal gepland. Als dat heel goed gepland is, lange termijn, en dat past allemaal daarin, dan denk ik dat dat geen probleem is. Ja. Maar als dat zo last minute oh, ah, gaan we nu dit doen en dan gaan we dat doen, dan verlies je denk ja, dat ik... Durf de ik de controle dat durf ik nu niet te zeggen, dat het last hoogte, minute dat was ofzo, we maar dus wel opvallend. Dus op denk ik wel, want zoveel crossen heeft ze niet gereden. En, en voordat ze eigenlijk op de weg doorbrak, hebben ze ze toch al een paar keer gezien in het veld, dus het was ook niet helemaal nieuw voor haar. Ja. Uh, maar ja, een inhoud heeft hij wel, hè? maar ze kwam wel wat tekort uh, op de echte specifieke grasdingen. Ja. Ja. Maar toch vierde uh, in op net het VLK. Ja. Ja, ja, dus ze stelde voor dat ze ook nog eens goed stuurt of nog beter stuurt, dan, uh, dan doet hij ook mee om, om mm -hmm. te winnen. Ja. Niels, ik, ik had ergens ook Alvarado misschien verwacht in jouw antwoord. Ik weet dat dat heel raar is om uh, te zeggen als ex wereldkampioene maar ik herinner me van het begin van het seizoen dat jij zei: ja, ze zit dichter en dichter bij dat beste vormpeil ja. en ze gaat ook weer beginnen winnen. Dat heeft ze uiteindelijk ook gedaan. Ja, maar van dan inderdaad, als je ziet wat ze in het verleden ja. gedaan heeft, kunnen we niet zeggen dat dat een revelatie is. Ik denk dat we mogen zeggen dat de afgelopen twee jaar van Alvarado gewoon slecht waren. Uh, door welke omstandigheden dan ook. Ja, dat, er was veel, ja, ook op privévlak. Ja. En dat ze nu gewoon terug gewoon die aansluiting wat meer gemaakt heeft. Maar ja. dan is dat in mijn ogen niet echt een revelatie. Uh. Superprestige heeft, uh, heeft ze gewonnen. Uh, ze heeft uh, vijf uh, overwinningen ook in die uh, superprestige. Ja. Um, ja. Kan ze denk je dan volgend seizoen weer helemaal ook meestrijden met die andere drie op hetzelfde niveau, Niels? Of is dat te vroeg om dat te besluiten? Ik denk niet uh, dat zij het niveau zal halen van die drie. Uh, zij zal kunnen meedoen. Ze wint het eindklassement in de Superprestige. Maar ik wil dat dan niet afbreken. Maar als... Zij wint dan omdat ze eigenlijk de beste van de rest is. Ja, van, van de rest is. Maar als die drie uh, jongsters aan de start staan, dan... Zie je gewoon dat de rest gewoon tekort komt. En dat gaat ook. Uh, dat gaat volgens mij volgend jaar ook zo zijn met u van trek. Van Nee, Brand. Brand, dus, uh, brand uh, gaat volgens mij volgend jaar wel wel mooie koersen rijden, maar. Ja. Uh, het niveau waarop die drie rondrijden, die staan ook niet stil. Die gaan het ja. jaar weer een stapje bijzetten. Ik zou op die drie die... Net, net ietsje je nou, denkt aan iedereen. Ja, en Brand mee. En heeft die natuurlijk. net boven in de is inderdaad een Alvarado misschien wel de beste mm. samen met, met de beste Brand. Ja. Ja, met ja, de beste. Brand heeft ook ja. de leeftijd die natuurlijk begint op te lopen. Uh, plus Jan, dit seizoen ja, hebben we niet de allerbeste Brand gezien door die omstandigheden. Hè? Ja, handgebroken bij de verkenning in Tabor, vroeg op het seizoen al. En dan, uh, toen ze eindelijk terug was. Ziek geworden. En daar heeft ze toch uh, heel lang mm. uh, nog last van gehad. Ja. En eigenlijk, ja, op niveau op het WK, mm, het podium daar nog gehaald. Ja. Ja. En dan kan ze nu nog een mooi einde seizoen aan proberen te breien. Maar ja, het is een, uh, een seizoen om snel te vergeten voor haar, mm -hmm. natuurlijk. Als je vorig jaar 21 zegen ja, had, ja, zoiets ja. boekt, dan, ja. Um, we zijn positief, dat is goed natuurlijk. Zijn er toch dames die jullie hebben teleurgesteld het voorbije seizoen? Betsema ze zeker in de eerste instantie. Ja. Ja, dat klopt. Um, ze won in Ruddervoorde. Uh, ja. Eerste manche van de Superprestige begin dit seizoen. Maar daarna Zonnebeek nog, denk ik. Maar voor de rest was het ja, weinig. Minder. Welke ja. verklaring hebben we daarvoor? Um, ik denk dat zij ook hetzelfde dan bijvoorbeeld een, Al, een Alvarado. Ja, die drie zijn gewoon vooruit gegaan. Ja, maar dan verwacht je ze misschien dus dichter daar, dan bijvoorbeeld jawel, op het WK, waar ze achtste was. Um, ja... Ik, uh, ik weet het niet het is niet elk jaar hetzelfde dus, uh... Niels uh, Van Empel reed natuurlijk in dezelfde ploeg tot uh, de jaarwisseling zou dat een rol kunnen hebben gespeeld dat ze merkte ja oké okay, Van Empel die is zo sterk er werd ook minder naar haar gekeken door de ploegleiding denk ik voor prestaties en overwinningen ja maar Van Empel gaat volgend jaar uh, dan ja. weer te maken krijgen met uh, goh, noemt die jongen nu weer al 17 18 jaar is Bent, daarop, Bentveld Bentveld uh, dus die gaat er ook wel gaan aankomen, misschien volgend jaar nog niet, maar het jaar erachter. Dus ik denk dat Betsema de persoon gaat zijn die uh, die jongsters nog een beetje gaat opleiden. Zo. Maar dan uh, ja, het niveau gewoon dat, dat die drie momenteel rijden. En dan zit daar normaal gezien volgens mij vlak achter een Alvarado uh, met, uh, met Brand. Uh, dan een goede Annemarie Worst zou daar in principe moeten bij zitten. En daar zit ook zo wat Betsema rond te draaien. Maar ja, Ik denk dat Alvarado nog wel een klein tikkeltje beter is dan die rest eigenlijk. Ja. Dat is ook gewoon in het verleden altijd al zo gebleken. Als, als een Alvarado goed is, dat ze beter is dan een Betsema. Is meer crosser dan Betsema. Technisch ook uh, ja, heel technisch goed, ook he? heel Alvarado. Goed. Ja. Dus op zich uh, ja, verdient zij wel uh, net daarachter de beste op de rest uh, te zijn. Hm. Denk. Ja, Om nog even over Betsema, was ik aan het denken. Ik denk ook dat het niet uh, simpel is de voorgaande jaren. En dat was een van haar sterke punten, was ze heel constant, reed ze alles, dat ging allemaal, maar dat blijf je ook niet altijd doen. Fysiek niet mogelijk Fysiek, om dat te blijven nee, opbrengen. mentaal, ergens, ja, plus de tegenstand is, heeft zeker dan niet stilgezeten, dus dat allemaal bij elkaar mm -hmm. is misschien wel eens logisch dat dat niet elk seizoen kan zijn. Mm -hmm. Nu heeft ze weer heel veel gereden, maar het was misschien vorig jaar dat ze in de vorm van haar leven was, toen dat net ging. Nu probeer je hetzelfde te doen, veel te rijden, maar ja... Het houdt wel ergens op. Ik denk ook dat een aanpak in de zomer persoonlijk, denk ik dan, verkeerd is. Um, ik hoor eens in het begin van het jaar nog zeggen: ja, ik heb eigenlijk quasi niks gekoerst in de zomer. En ik geniet van het trainen met mijn gezin in. Uh, in uh, Tessel. Ja. te zijn. Ja. Um, en dan ga, ik wel, uh, dan ga ik in de winter wel wat crossen. Ik raak zo in vorm. Maar dus tijd is je denkt dat de basis onvoldoender is. Dat ze wel ja, goed aan ja, het seizoen ja. kan beginnen. Maar dan, inderdaad, wat Bart aangeeft, dat wel. niet. De voorgaande jaren heeft nooit echt heel veel op de weg gekoesterd. Dat hè? wel, dus, maar het, niveau, ja. ik denk nee, dat nee, het ja. niveau van de cross waar Betsema twee, drie jaar geleden ook heel dominant was, hm. hè? Um, dat niveau ten opzichte van nu is een pak verbeterd. En als je ziet wat wegcampagnes de, die drie toppers eigenlijk allemaal rijden, we zien dat op de weg ook, um, dat er heel veel wordt geïnvesteerd, ook in een goed wegprogramma of een goed mountainbike programma of whatever. Dat je niet zomaar kunt zeggen. Ja, ik ga rapper of 30 rijden en ik, ik win er daar wel tien van. Ik denk dat die een tijd echt wel gepasseerd is. Uh, mm -hmm. ja. De Belgische vrouwen. Uh, Jan, Bart, uh, ja, Sanne Kant, wel nog Belgisch kampioen geworden. Maar laten we eerlijk zijn, ja, ze weten het ook. Ze kan niet meer concurreren met, met de top, hè, zoals een paar anderen uh, ook in die situatie zitten. Geduld hebben is dat de boodschap voor de Belgische wielerfans als het over de, het vrouwenveld rijden gaat? Ja, ik denk dat we. Wel weten dat het, dat het um, echte talenten die gaan meedoen, dat dat er nog niet aan zit te komen volgend jaar of het jaar erop. Er zijn wel een paar jonge talenten bij de dames uh, junioren. Ja. Um, uh, Fleur Moors dacht ja, ik. Sinaï... Maar dan moet je allemaal heel voorzichtig, want wij noemen nu die namen, maar er zijn er nog die bijna even goed zijn. Hè? Dus ik, ik probeer dat eigenlijk zo weinig mogelijk die namen te noemen, mm. want die zijn nog zo jong. Dat moet dat, maar dus, maar ik denk wel dat het nog een paar jaar gaat duren. Eerder zie ik nog niet, niet echt iemand. Ik vond was beter, dat was duidelijk te zien. Goed. Uh, ja. Uh, Riberol doet daar ding in de top 10. Maar, dat, uh, maar in principe, ook die niet twee. Ik van verwachten dat die nee. nog uh, alles gaan winnen en meedoen met Van Empel. Ja, als er niet net. Aye. Ja, het is wat het is, je kunt niet harder trappen dan, mm -hmm. dan wat erin je zit. Hè? Dus ik verwacht eigenlijk in België nog niet direct uh, um, grote wilden. Drie jaar, hè, maar, Jan, van Sinaai en Moors zijn zeventien. Ja. Uh, die anderen die u net hebben bewierd, ook zijn twintig. Ik weet het, ik leg veel druk, ja. hè? maar in principe Jawel, nou, is twintig dus wel een gaat leeftijd. Er komen. Ooit ja. gaan, gaat ja. er, gaan er talenten zijn, zeker wel. En er heeft dan, onder andere aan de Kant voor gezorgd dat dat toch ook hier bij de dames en bij de jeugd, uh, bij de meisjes toch uh, ertoe aanzet. Gaat er ooit van komen en dan kan dat ook wel direct wel snel gaan, maar zo volgend jaar het jaar erop nog niet direct uh, nee. 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 En de focus is bij kant helemaal verlegd naar de weg, hè. dat is uh, zelfs het WK niet gereden. Hè. Ja. Dat zegt uh, ja, eigenlijk heel veel we... voor een drievoudige wereldkampioen. Ja, uh, zijn we nog namen vergeten, Schreiber? Vas moeten we daar nog conclusies aan verbinden? Die hebben ook niet dat was ook een van de tegenvallers. Ja, Heer ook veel, veel ziek geweest uh, ja. het voorbije seizoen. Uh, Laars ja. Boom heeft daar uh, laatst nog uh, over verteld dat dat toch. Uh, op bepaalde cruciale momenten in het seizoen een probleem is geweest. Uh, ja, anderzijds, lopen doet ze niet graag. Dat hebben wij nee, een paar oh, keer gemerkt. Ja, uh, Ongelooflijk. Dus ja, dat zijn toch werkpunten waar ja. je van denkt: ja, als ze ooit echt ja, wel wil doorbreken. Maar ja. ja, ja. dan top... moet ze toch. In het uh, veld is wel dat wel een probleem. Misschien ja. Moeten we dat ooit eens aan Lars Boom vragen? Van, is, is er fysiek misschien iets waardoor ze niet. Goed kan lopen, is dat pijnlijk, is dat weet ik het. Uh, ik krijg ze last van een rug omdat ze. Lo ik weet het niet. Maar dat was wel echt opvallend. Die heeft daar stunten uitgehaald om niet, maar niet van de fiets te moeten. Dat je denkt, ja, nu ben je het echt aan het weggooien. Okay, ja. En dan een, een flits van een enorm snelle ronde erachteraan. Mm -hmm. Maar uh, nee, ze wilt niet, uh, ze wilt niet graag. Uh, dan heeft de een, de een coach zoals uh... Niels Albert nodig, die zou er geen doekjes omheen hebben. Maar misschien nekken. is er een reden, hè? dat kan, hè? dat weten we niet. Hè? <laughs> Hij draait maar, al met zijn ogen, ja, voor de mensen die dat luisteren. dat veel met de weg bezig is. Hè? Veel ja, 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 tuurlijk, maar talent. goed, ja. Alleen moet je met zoiets, maar dat geldt ook voor, voor bepaalde mannen, zien dat je er niet tussenin valt. Er zijn een paar toppers nu, waar iedereen naar kijkt, die, waarbij het lukt... Maar in het verleden zijn er nog niet te veel geweest die daar goed hebben kunnen blijven combineren. Ja. Mm. En als je tussen de twee disciplines invalt, heb je uiteindelijk niks. Dat is ook zonde. En als je niet wil lopen, moet je misschien ja. gewoon niet starten. Uh, of, zijn no, nu, of zijn we nu streng? Ja, ja maar ik bedoel, als je ja, een veldrijden doet. Viel wel op, maar ze, heeft, ze laat wel mooie flitsen zien of heeft ze laten zien. Ja. Maar het is niet, nee, we hadden wel iets meer van vast verwacht, denk mm. ik. Absoluut. Ik denk dat iedereen ja. er wel over eens is. All right. Dan ronden we het luikje damesveldrijden af. Als dat goed is voor jullie, dan gaan we naar de, de mannen. Niels, welke wedstrijd is jou het meeste bijgebleven van de wedstrijden bij de mannenprofs? profs um, Wat ik op zich wel een schoon koers vond was Loonhout. Omdat um, dat toch ook in een mooie periode zit. En ik vond dat een heel spannend duel. Um, Alleen met drie dan. Uh, maar zo zijn er wel een paar. En ik denk de schoonste crossen bij mij zijn. Zijn de duels geweest, uh, Loonhout, Solder, Diegem, dat waren bij mij uh, de schoonste crossen om ik Toch, heb. moeten we dan weer zeggen, toch weer die periode jongens, waarin de, de grote toppers er ook waren. Hè. We hebben bij het begin van het seizoen ook wel wat mooie wedstrijden gehad, maar ja. dat is toch niet te vergelijken, dat gaat niet meteen veranderen ook. Hè. Maar als je zag Gaveren bijvoorbeeld op tweede kerstdag, enorm veel volk, mm. en dan die drie op die uh, beklimmingen daar, dat was uh, ja, geweldig om te zien. Ja. Ik denk dat dat te maken heeft, omdat, omdat iedereen dan thuis weet, um, of, die, of die op de cross zijn, dat we echt naar het allerhoogste niveau aan het kijken zijn. Dat er mm -hmm. gewoon niks meer is dan dat. Zowel op de weg als in de cross, weten we gewoon van kijk, dat is wereldniveau, dit is het gewoon. Er zijn er geen betere. En als die dan tegen elkaar zo'n strijd geven, dan kunnen we daar alleen maar van genieten. Ik. Ja, ik, ik ben helemaal mee eens uh, ook. Het is niet omdat we, dat dat soms wat gevoelig zou kunnen liggen, dat je zegt, over die grote drie, en met, hè, dat een, een fulltime crosser misschien een beetje daarvoor gepikeerd ja, ge zou zijn. Ja, Toon Aart stond aan onze 6 niet... afgelopen weekend en je voelde dat wel hè, als ik dat zei. Ja, ja. maar ik, vind dat, ik ben nou grote, echt, echt een grote veldrit liefhebber, maar het is gewoon zo. Het, het is gewoon zo. Als je van een afstandje bekijkt, het, dat waren de crossen waarover waar gesproken werd, met een bakker op het werk. Ja. Thuis, waar twee. mensen zeggen, daar wil ik eens een keer met mijn zoon of met mijn dochter ja. heen gaan kijken. Dat zijn die cross. dat is nu eenmaal de waarheid, Daar kunnen we niet. Maar dat doet niks aan van de kwaliteit van, van de fulltime krassers die mogen zich er eigenlijk niet, die moeten ja, hopen en proberen zich ertussen te zetten en er mee, mee van te genieten. Um, ja, het is nu eenmaal, de sport zit zo in elkaar dat, dat de enkel de, de winnaar, die... die ja, ja, die moet, die, die andere moeten, sowieso, zoals Elie Izerbit ja. het eigenlijk al een paar jaar proberen te doen voor ze komen ja. in het, in het of najaar, vroege najaar. Het wel, ja. die heeft er eens een prachtig duel uh, in name, dacht ik, en mm -hmm. heeft hij bijna toen... Huh? Uh, Michael, ja, ja. Michael ook een keer, Piet daarvan genieten en uh, proberen en mee, mee, want de cross kan mooi zijn zonder die drie toppers, maar je merkte wel verschil als ze er waren aan het publiek, aan de sfeer, aan ja. alles. Dat ja. is nu eenmaal zo. Um, ik had ook diegen verwacht bij jullie antwoorden. Dat vond ik, en Sven van Toenhout zei daar denk ik over: de mooiste cross die ik ooit heb gezien. Die heeft nogthans ook al wel wat gezien. Diegen met Pitcock er ook bij, ja. met Van Aert die uiteindelijk won, dat vond ik de mooiste. Dat het ik... uh, niet meer gezond was, volgens Van Aert. Echt. Ja, maar dat zag ook. het ook. Het zag er ook <laughs> niet gezond uit, hè? Inderdaad. Ja. Nee, nee, dat was een uh, van die die we net al hebben opgenomen, die periode. Ja, ja. en dan, uh, Niels, je was er uh, live bij, vorige week, het, het WK. Uh -huh. um, ja jij hebt ook ooit veel volk gezien langs de kant, maar was het in Hogerheide zo indrukwekkend als weet toeschouwer? De, ik ik was, de was er niet. was uiteindelijk in Ik hoorde ik hoorde 40.000 38, 38 ja, ja. WK ja. in Coxside heb ik altijd onthouden 60 ja 60. Ja. Oké. Okay. Ja. En ik denk dat het verschil ook vooral was daar toen, want daar heb ik Toevallig ook meegereden. Een, een eindje toevallig. Erachter, maar ja. ik was erbij. Maar er stond overal rijden dik. Terwijl het nu in Hogerijden waren er heel wat plekken waar geen publiek mocht staan. Dat is en waar, toen ja. ik ook zeide, stond het zoals nu op de drukste plekken, maar dan echt overal. Ja, langs ja. twee kanten. Ik weet nog dat je ja, dolf ja, als je gewoon over de finish uh, kwam. Ja. Ja, uh -huh. Nu hadden we als renner, denk ik in rijden nog bepaalde stukken waar ja. Wat dat je zo eens even, als in dat bosje bijvoorbeeld. Uh, of op die entalue met die trap? Konden ze nog eens even. Uh, maar ik voor de rest was uh, het zeker zo. En sportief, week. Niels. Waar zet je het WK dat we net hebben gezien in hogerheden in vergelijking met de maar... vorige jaren? Uh, sportief dan. Sportief, ik, ik ja. Ik vond het WK nu niet de mooiste cross om naar te kijken. Natuurlijk, we hebben een schoon koers gezien, een schone winnaar. Uh, nou, ook niet erg om te zeggen dat de Mathieu een tactisch goede koers gereden heeft. En uiteindelijk kan er maar één winnen. Maar... Uh, was zeker niet in mijn ogen de schoonste koers om naar te kijken. Omdat het parcours niet selectief genoeg was om die twee ja, ja, van elkaar te scheiden? Ik denk dat het parcours op zich wel de mogelijkheden had om, om koers te maken, maar ze hebben gewoon geen koers gemaakt. Ze hebben eigenlijk ze acht rondes rondgereden zelf. met ja. elkaar. En met hun tweede beslissing mag van ja, ik krijg u er niet af en jij mij ook hmm. niet. Dus ja, weten we wel, we zullen het dan maar ja. doen in de laatste ronde zeker. En ja, op die manier. Maar je kunt niet zeggen dat ze echt... De Mathieu heeft twee keer volgens mij van op dat Bruggesker richting de materiaalpost geprobeerd om de Wouter af te rijden. Ja. En in ronde één maakte met verschil, maar dan heeft hij nog twee rondes geprobeerd. En voor de rest, ja, rijden hij op 80% van hun kunnen denk ik, en dan rijden ze nog weg. Ja. Ja. Nou, ik dus... denk dat dat helemaal klopt. Ja, ja. Allez. Iedereen, als ze de week vooraf van mij vroegen, wat zou je willen? Ik zeg, oh, een sprint met die twee, dat willen we zien, dat wil iedereen zien. Maar dat heeft er we hebben dat gekregen, maar dat heeft ervoor gezorgd dat inderdaad, tijdens de wedstrijd de, niet de, dus dat de duels ja, waren. Ja, je moest eigenlijk de start: je de eerste vijf minuten ja. en dan de laatste vijf. En, ballen, en dan had je het wel ja, gezien, ja, ja, dat ja, dat begrijp ja. ik wel. Allemaal ja, 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 twee ronden. Ja. 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 Nu zijn we wel echt heel gefocust ja. daarop. Maar ja. Ja. Het is wel een beetje zo. Bart, ja. die, die sprint was er dan wel. Hè. Ja. Je gaf uh, nog voor de, voor de 2K in Hoogerheide aan. Ja, we zijn met z'n allen gaan denken dat Mathieu een slecht seizoen aan het rijden is. Maar ja, er werd en vooral ook bij veel supporters, maar natuurlijk onder de Belgen zijn er heel veel Wout Van Aert supporters, werd, merkte ik wel dat, het, uh, dat iedereen vond of dacht van, ja Wout steekt recht bovenuit. Het is allemaal. in de Chacos voor dat WK. Maar Van der Poel zat daar niet zo heel ver achter en je kon, vond ik wel merken dat Van der Poel nog niet echt zichzelf helemaal goed voelde op dat moment ja? door een beetje rug. Uh, mm. is een fout in Loonout, anders had hij in Loonout gewonnen. Hij was weg, oh. hij rijdt zich daar vast. Dat is natuurlijk omdat Wout ook zo goed was, maar het verschil was niet zo groot dan soms dat je zou gedacht hebben als je alle artikels uh, las, ja. dan dacht je, oh, het is hier voor, het is in orde. Iets te positief, ja. Uh, ja. ja Zeker voor... na zonoven hadden we dat gevoel. Ja. Hè? Ja, ja, ik, ik vond, ja, absoluut. Ja. Ik vond vooral zo als je de Mathieu zag tot voor Benidorm, um, je kunt dat dus zeggen ja, een kleur blinkt of, of straalt. Hè? En ik vind dat de Mathieu in heel de kerstperiode eigenlijk zo nooit. Ja een frisse indruk gaf in zijn interview, zo een gelaten indruk, um, terwijl... De Het interview na varaf... die hem bijvoorbeeld, was, was ook zo'n... Ja, uh... en zo die interviews dan, voor Benidorm zelf, de startinterviews en die die ah, vond ik, ik persoonlijk dat ik een andere Mathieu zag. Um, en toen had ik zoiets van, hm, mm, dat gaat toch niet zo gemakkelijk zijn. Um, en dat blijkt ook achteraf, hè, met Mathieu, allee, er is op een gegeven moment sprake geweest van ja, misschien gaat hem zelfs niet rijden in het WK. Maar ik dacht, ja, ik weet niet wie dat verzonnen heeft. Uh, <laughs> ja, in, in we zijn hoger zijn. heide tussen aanhalingstekens. Ja, nee. uh, Jan, in Besançon, daar reed Wout van Aert wel niet mee. Maar die demarrage daar van Mathieu, ja, dat was achteraf gezien ook wel een momentje om even te denken. Hmm, ja, okay. dat, dat was de fris die we terugzagen in de eindsprint van het WK. Hè. Dus uh, die inspanning daar van Mathieu van der Poel. En ik. Ik kan men nog zo voor de geest halen. Uh, het hoofd van Izerbid, dat uh, boog in uh, de nederlaag op die uh, hellende strook. Het was ja, ongelooflijk wat hij ja, daar uit, ja. zijn, uit zijn benen stond. Niks schreef. aan te doen. Op een Van der Poel stuk wel. Ja. Vals plat, lang, lang op de pedalen. Ja. Ja. Goed, uh, die, die twee, Mathieu en Wout, uh, allebei, denk ik, mogen ze tevreden terugblikken. Ook al werd uh, Van Aert dan geen wereldkampioen, toch een mooi veldritseizoen gereden, liever. Um, ik wil ook wel even ingaan op, op Zweek en de ploegmaat. Jan, uh, van Toernout is er bit. En Sweek, dat was boeiend <laughs> ja, dit jaar. Dat is het minste wat je ja. kan zeggen. 2 uh, tegen één. Sweek wel bevrijd door te veranderen van ploeg uh, dit seizoen. We hebben dat ook gezien aan de manier waarop hij rondreed. Maar er is heel veel blijven hangen. Hè, ja. bij Laurens Sweek van de voorbije jaren, toen hij wel nog ploegmaats was. Je vraagt twee. je af, hoe heeft hij dat kunnen doen om het niet te laten ontploffen? Of toch, ja, niet extreem, toen hij er nog reed. Ja, inderdaad. Die... Uh, die explosieve cocktail die er blijkbaar toch was, heeft hij altijd kunnen, kunnen vermijden. Hij heeft zich altijd wel heel professioneel gedragen, uh, denken we dan. Uh, door de ploegleiding zal dat ook opgedragen zijn, uiteraard. Maar dan nog, hè, als je ziet wat er nu allemaal uitkomt en blijft uitkomen, ook vooral. Want er is niet alleen dat ik een op het BK, maar ook de dag daarna in Otegem was het weer van dat. Maldinchem. Vorige week in Maldegem uh, zat het er tegen tussen Sweek uh, en, en die anderen. Dus het zit uh, bijzonder diep. En ja, ik denk dat dat al, al, um, al een beetje was in de tijd ah, je, toen, toen hij soms zijn benen moest stilhouden. Ja, mm. Zweke dacht, er zit hier meer in. En toch ja. kon dat niet. Als um, de Zweke ken je nu, maar hij van bij ons in de buurt is, um, dat is een heel brave jongen. En we dieden eigenlijk zo ver te krijgen, dan moest dat een ander karakter zijn. Hij was van in het begin al direct bagarre geweest, van dag één. Um, van het weekend bijvoorbeeld in Lille dat tweede manoeuvre met um, van der Haar nee niet met van der Haar uh, dat is er bietje de in die in die lusbochtjes uh, met uh, ja ik weet het bij uh, met de baard hè ja. uh, nieuwe <laughs> naast de baard we nog ja. zeggen van ja ja. Maar dat eerste manoeuvre ja. naar de aankomst dat hem echt met zijn fiets smijt, ja. dat had bij mij geen waar geweest. Ja. <laughs> dat had bij mij, die zijn fiets die hey. lag in de vijver. Hey. Ik denk dat dat, dat al aan het opbouwen is, dat uh, ja. de tandem, uh, Michael van Toerenhout en Iserbit, ja, die hebben al vaak vanaf ronde 1 zo aan het koersen geweest. Je kan er, het mm. mag, je kunt er weinig van zeggen, maar het werkt echt ongelooflijk op uw systeem dat dat gedaan wordt, bocht na bocht, want ja, ploegenspel. Je kunt ook zeggen: blijf dan in het wiel zitten en oh, speel op, zo het ploegenspel. Ja. Maar dan, ja. dan nog eens voor gaan rijden, op, net voor een singletrack en op die manier de benen stil en zo een paar seconden de, de kop laten weglopen, dat is misschien iets als het draait om de overwinning in de laatste ronde. Mm, mooi mm -hmm. gedaan, oké. Okay. Ja. Maar als je dat week na week van ronde 1 zo doet, ja, dat frustreert. Niet alleen degene bij wie je het doet, maar dat frustreert iedereen. En ik denk dat je het nu een beetje dat begint te zien, want uh, de mannen van Sven ploeg in, in Lille, uh, onder andere Nieuwenhuis, uh, Pim Ronnaar, heeft een paar keer zijn fietsen. Ja. Nu een keer omgekeerd, bij Isselenbund. In de deed hij ja, dat die uh, ook meegekomen hebben en die zijn <laughs> ook gefrustreerd. Dus maar het mag, hè, toch? Oei, ik vind het wel eens tof om te zien, maar ik snap wel de frustratie langs alle kanten. Het ja, zorgt voor animo, dat is, dat, is, ja. uh, dat is zeker. Ja. Maar Niels, ik heb vaak met jou, uh, toen hij nog uh, bij Mettepenningen reed, mm. langs de kant gestaan dat je kritisch was voor hem en vaak ook terecht. Ja. Dit seizoen heeft hij, inderdaad bevrijd, bij Crelan het wel goed gedaan. hè? beker gewonnen. Hij rijdt, hij rijdt zijn beste seizoen in jaren, denk ik. Um, misschien één minpuntje is dat hem uh, zijn eigen. Uh, met, met kampioenschap dan, denk ik dat hij een parcours op zijn maat krijgt. En de kans om te winnen, maar te veel. Het BK bezig. bedoel je, hè? Ja, het BK, ja. ja, Te veel bezig met, uh, met Michael van Toornout. Uh, zijn manoeuvre hè? tussen aanhalingstekens in de post. Uh, da daar heeft eigenlijk... hij niet goed op gereageerd, vond ja, dat jij? Dat stelde eigenlijk niks voor. Daar verliest hij de koers niet. Um, dat is een momentopname van twee seconden. Maar in zijn maar, hoofd wel, denk ik. Maar in zijn he? hoofd verliest ja. hem daar de koers. Maar de koers duurt wel een uur en twee minuten. Daar ja, dus terug. daar heeft die opgekropte frustratie ja. eigenlijk een negatief effect ja, gehad. Inderdaad, dat klopt. Hij had dat beter positief omgezet en proberen die koers te winnen en niet met mij. Hè. Um, dus ja, dat vond ik dan een beetje jammer. Maar voor de rest, een heel goed seizoen met Laura en zo. Ja, Michael van Toernout, voor hem geldt hetzelfde. Hè? Uh, Belgisch kampioen, Europees uh, ook. Okay, ook een beetje bevrijd door misschien het mindere vormpeil van zijn ploegmaat dan? Ja, van Eli. de rugproblemen van, uh, van Eli, die toch al sluimerde bij het begin van het seizoen, blijkbaar. Ook al uh, was het daar de ene overwinning na de andere. Maar ja, Michael van Toernout ook. Zoals uh, Niels dat zegt over Sweek heeft Michael van Toernout ook zijn beste seizoen ja. uh, ooit gereden. Hè? Met twee in... truien en daar gaat ja, het Je er ook uh, niet meer de van verwachten van een Michael. Nee. Dat, is ook, dat is geen klasse want die heeft altijd een goede en zijn slechte periodes. Dus die een klassement winnen zal voor Michael altijd heel moeilijk blijven. Maar als je dan, hij pakt wel de twee titels die, mm -hmm. die hem kon pakken dit jaar. Want een wereldtitel was sowieso buiten, buiten handbereik mm -hmm. voor iedereen. En in de wedstrijd waar hij goed is of kan winnen, doet hij het mm -hmm. ook. Dan is hij ja. tactisch, dan doet hij het perfect mm -hmm. en dan kan hij net iets extra's. Ja. En dan zijn er andere wedstrijden, ja, die moet je erbij pakken dat hij er eens verder ja. doorzakt. We nu zo niet uh, maar, kwijt, ja, ja, maar dan uh, als, het, als het moet en hij merkt, ik, ik denk wel dat dat tactisch uh, van nature een hele goede renner is die op de juiste momenten iets extra's kan. Ja, Het is wel grappig, want we hebben het over Sweek. Heel goed seizoen, beste misschien wel, van Toenhout. En Lars van der Haar, die zegt hetzelfde. Jan, die zegt dat ook. Ik heb mijn beste seizoen gereden ooit. Ja. Ook al uh, heeft hij de superprestige Eindzee gepakt zonder één overwinning in. Uh... In dat klassement. Maar ja. Nederlands kampioen wel, ja. vaak er kort bij. Ja. Ja. Heeft hij ja. gelijk? Beste seizoen? een constantste in elk geval. Constant en, en ja, jammer voor hem, hij, hij, van het weekend, twee dagen, heeft hij gereden als een, als een gek eigenlijk. Ja. Maar ja, er zitten ja. er een paar momenten in het wiel. Tactisch kunnen niet zeggen dat dat het slimste was wat ja, hij gedaan ja. heeft. Middelkerke en Lille. Als je zo goed zat, zoals hij dit weekend, had er minstens één. Het is makkelijk praten, ik weet het wel. want is ook de reden dat dat zo gebeurd is denk ik. Het is ook een heel een eerlijke jongen, een goud goud eerlijk, maar ook in het rijden die gaat niet, ja, die houdt er niet van. Ik zag hem gisteren omkijken naar Sweek van kom op neem over. Sweek zegt ik kan niet, ik doe het niet en dan blijft hij rijden. Dus in de, op dat gebied is hij ook eerlijk, maar dat is is niet altijd het slimste. En ik vrees dat hij daar wel, misschien dit weekend, wel een van de twee had, had moeten en kunnen winnen. Ja, middelkerken. Maar het siert hem wel mm -hmm. dat hij ook op dat gebied niet zeveren, gas geven. Mm -hmm. ja. nog, nog een paar namen. Niels Gerbe Kuipers. Uh, denk bij de vrouwen was het moeilijk om een revelatie te kiezen. Bij de mannen komen we denk ik bij hem uit. Ja, ik denk dat dat heel gemakkelijk is. Hè. Als je ziet waar hij bij de belofte toch ja, net de selectie haalde, bij wijze van spreken, Van mee naar het WK te gaan, waar het hem dan eigenlijk nu staat. Hij um, steekt eigenlijk alle mannen van de selectie voorbij. He, met een toon van Den bos, Niels Van De Putten, die is hem eigenlijk allemaal voorbij gereden, mm -hmm. denk ik. Um, dus ja, ik vind dat op zich wel de revelatie van het jaar. Ja. Ja. Wat voegen jullie eraan toe, Jan en Bart? Wat uh, heeft hij gebracht dat jullie verrast heeft? Wel, we hebben hem een, een paar keer een slechte start zien nemen, door omstandigheden. Zelf minder goed vertrokken, maar die inhaalraces die ja. hij soms heeft gereden. We zagen het in Middelkerke ook weer. Vanuit de achtergrond komt hij geweldig opzetten. En eenmaal hij onder stoom komt, blijft hij dat tempo ook, uh, ook aanhouden. Dat is wel uh, een troef, natuurlijk. Bart, je hebt zelf een, een job met onregelmatige uren. Dat was voor Kuipers ook het geval de voorbije maanden. Hm. Doet dat jou nog meer appreciëren wat hij ja, heeft getoond in de cross? Ja, sowieso, welke job dat het ook is? Want ik zal niet durven roepen dat mij zo uitzonderlijk zwaar is. Maar nee, maar het gaat, gaat om nachtwerk ja, soms of ja, vroege ja, diensten en van, late diensten terug twintig jaar geleden. Hè? Dan waren er in de cross nog een aantal die er iets bij deden en die ook goed reden, maar dat is iets dat we al jaren niet meer gezien hebben. Uh, heel knap. En nu, ja, talent. Ergens zit het er absoluut in voor hem om, om ook nog wat te groeien. Maar nu komt uh, ja, bevestigen, dat is weer iets anders. Soms kan een, een, een job ernaast of een, iets waarmee je je gedachten kan opzij leggen, uh, kan ook wel uh, in je voordeel zijn. Nu moet hij zich daar misschien... Een juiste balans in vinden om als prof ook met de juiste mindset en dan denk ik dat hij nog vooruit kan gaan. Ja, wat verwachten jullie ervan van uh, zijn, zijn bestaan als prof? Gaat dat Jan hem echt tot in een top 5 brengen qua namen, of is dat misschien net iets? Ja, mogelijk wel in bepaalde wedstrijden, op bepaalde parcoursen die hem uh, goed liggen. Um en ja, een andere ploeg, een andere omgeving, nog professioneler werken, dat zal hem normaal gezien wel uh, nog beter maken. Hè? Hij gaat nu naar uh, Intermarché vanaf 1 maart. En uh, ja, daar kunnen ze zomaar natuurlijk ook wel gebruiken. Gezien, uh, ja, en we zeiden het al: hij gaat ook op de weg uh, rijden. Hè? Dus ja. die basis voor het volgende seizoen zal ook op de weg wel worden gelegd. Um, onze laatste gast toen we aan, uh, in Middelkerken stonden met onze camper, die hebben we altijd, rijden we mee uit naar de crossen, was Toon Hebben we die gemist afgelopen winter? Ja. Want we, we zijn er... hier lovend over allerlei profielen, maar hebben we hem gemist? Ik had hem er ook nog graag bij gehad. Ja. Hoe meer zielen, hoe meer vrucht En ik denk dat is ook een, echt een kwaliteitsman, een, echt een topper. Dus um, ik had hij er graag bij tussen gezien, absoluut. Ja, zeker. Op uh, de parcoursen zoals Gaver bijvoorbeeld, had ik hem wel eens willen zien uh, hm? strijden tegen de drie grote. Zoals ja? die dan heeft. Niels, je stond bij hem uh, in Middelkerken. Welke indruk gaf hij jou? Ik vond wel dat hij. Positief ingesteld was in die zin dat hij zich erbij neergelegd heeft en dat hij weet, ja, oké, okay, mijn tijd komt nog wel. Hij lijkt niet te negatief meer te zijn, hè? Nee, uh, maar ik denk dat hij voor zijn eigen in zijn hoofd zijn beslissing wel gemaakt heeft dat hij aan de kant gaat staan tot februari 25. Nee, 24. Uh, 24, sorry. Um, want hij zegt ook van, ja, stel dat ik nu uh, met, bij de TAS een negatief antwoord krijg, dan kan ik in beroep gaan, maar een procedure opstarten... Uh, het kost al makkelijk 45.000, 50 50.000 euro. Hè? En hij zei: ja, wie wil er mij binnen twee jaar? is dat vaak aan het min, min, min Kan Het kan goed zijn dat ik dat maar verdien op twee jaar tijd. Dus ik vrees dat we toenaars niet gaan terugzien voor de winter ja. van 2024. Uh, van en ben je dan benieuwd naar zijn prestaties in de zin: ja, als je twee jaar niet hebt gecrossed op dat niveau, zie je hem nog terugkomen en meedoen? Goh. Ik weet dat niet. Ik kan dat heel moeilijk inschatten. Het zal ervan afhangen hoe hij de komende periode nu gaat overbruggen. En hij blijft wel trainen zoals normaal, bijna. Ja, dat klopt. Maar om nog een jaar, een jaar en een half, um, die focus te houden, uh, op uw eten te letten, uh, een beetje te combineren met een job. Hij zit momenteel ook okay, effectief zonder werk. Ja. Um, hij, ga, hij gaat wel naar school werken ja, als lo leerkrachten. He? Hij heeft voor de rest geen inkomen. Hè. Dus het is niet dat hij betaald wordt van een of andere ploeg. Dus ja, op een gegeven moment, hè, jonge gast, uh, ook gebouwd of is aan het bouwen. En ja, overbrug het maar. Hè. Dus dat is allemaal gemakkelijk gezegd. Maar ja, ik wil het zien. Hij, hij zegt wel van ik, ik wil echt nog wel koersen. Um, hij zou er ook op een andere manier van genieten. Omdat ik nu ook ja. zie hoe dat het is op de cross. En ik heb daar ooit tussen gestaan. Dus nu besef ik dat pas, hoe, hoe mooi die sport eigenlijk is. Um, maar het is, zal niet gemakkelijk zijn. Um, voor die focus gewoon nog een jaar, een jaar en een half te houden. Ja, we hopen in elk geval dat het hem lukt en dat hij uh, ja, over een jaartje toch weer kan meedoen. Er, er is toch ja. nog een, een redelijke kans dat het ook nog... Jawel, jawel. Het zou nog vroeger wordt, kunnen zijn, Een ja. half jaar, uh, ja, gratie zal ik het maar noemen, ja. gaat ja. voor hem een wereld van verschillen. Ja, want dan kan... Dan, dan mis... begint hij eens, Dat is echt een wereld van verschillen. Dan heeft hij maar één volledig seizoen ja, gemist. Absoluut, ja. dus ik hoop uh, hem mee. We zijn benieuwd, mannen. Ik ga jullie bedanken. Ik ga jullie ook vragen: gaan jullie nu in een zwart gat vallen, nu de cross gedaan is? Ah, oh nee, de wegkoersen. Hè? Ja, Jan, welke wegkoers kijk je dan al naar uit nu? Staan er al een paar met stip genoteerd? Uh, in de eerste instantie de Strade zeker. Ik zie hem al blinken, hè, mensen. Ja, de, de glimlach. Een, een instant klassieker uh, ja. geworden. De, de renners, daar voel je ook aan dat die dat uh, geweldig vinden om dat ooit op hun palmares te kunnen zetten. Dus uh, ja, Strade. Mm -hmm. Bart, uh, jouw gezin zal blij zijn dat je weer wat vaker thuis bent in het weekend. In het weekend vooral, ik ben door de week heel veel thuis, ja. maar inderdaad, ik, mijn andere job als ook weekenden zit er ook in, maar op zich, ik klaag zeker niet. Ja. En ik geniet er vooral in de zomer van, ik ben een grote liefhebber van veel sporten, maar zeker ook de wegwedstrijden. En ik hou er ook van om, om op café, of met vrienden, of met <lacht> collega's, <lacht> op café te gaan. Te yeah. ja, ook, maar erover te discussiëren, ja. en een beetje, daar, daar geniet ik nu heel erg van. En dat is, op dat gebied zijn mijn ogen wat open gegaan met de stoppen dat dat eigenlijk ook wel een heel groot deel van de van beleving is wat, ja. wat de sport populair maakt. Door ja. er, er vooraf dat gaat de Niels in in zijn winkel ook hebben. Ja. Er wordt over <laughs> van alles Gesproken, ja. gezeverd, uh, al dan niet. Uh, um, ja, Analyses vooraf. Ja, ja, ja dat okay. maakt het wel uh, leuk. En uh, okay. die kant vind ik vooral ook heel aangenaam. Super. Uh, Niels, jij gaat verhuizen, hè? Je ja. hebt geen tijd om uh, veel andere dingen te doen, denk ik. Nee, we verhuizen normaal gezien het einde van de maand. Uh, maar dan hopelijk op tijd verhuisd voor uh, de klassiekers op de weg te kunnen zien. All Mag ik jullie danken voor jullie. Inzet voor jullie komst, niet alleen vandaag, maar het hele seizoen lang. Commentaar, interviews, analyse. Merci mannen. Graag Met plezier. En uh, ja, tot binnenkort. Hè. Er komt uh, een nieuw crossseizoen aan, maar dat is voor na de zomer. Dan zit u weer goed bij PixSports. Voor uh, de omkadering, wat de superprestige en de wereldbeker betreft. Tot later.